Evelien, verblijven in een woonzorgcentrum. Mag je dat eigenlijk vergelijken met verblijven in een hotel of is dat een heel rare vergelijking? Ja, dat kan eigenlijk wel wat vergeleken worden, inderdaad. Zowat dezelfde beleving, klopt. Natuurlijk, in een hotel ben je gast, hier ben je echt een bewoner. Ja, klopt. Dat verschilt het in het feit dat je er woont, ook effectief de huiselijkheid, het huiselijke gevoel ook erg belangrijk is. Ja, en ik denk dat een persoonlijke aanpak ook wel een heel belangrijke is. Dat is heel belangrijk, inderdaad. Het maakt dat huisgevoel ook daardoor wordt benadrukt. En dat kan gebeuren door heel veel mensen in gesprek te gaan, te luisteren wat ze graag deden vroeger, wat hun interesses zijn en daar te gaan op inspelen. Het individu staat centraal. Maar ik denk dat het groepsgevoel toch ook wel een heel belangrijke is. Dat is heel belangrijk, omdat mensen dan inderdaad ook nabijheid kunnen creëren. Dat kan je doen door bijvoorbeeld naar de markt te gaan, waardoor je dat groepsgevoel ook zeker kunt benadrukken. Dus eigenlijk hebben de bewoners wel heel wat vrijheid dan? Zeker en vast. Nu, ik stel voor dat mijn collega Barbara uit Ardo je daar meer over vertelt. Barbara, hoeveel vrijheid heb je nu als bewoner van een woonzorgcentrum? Het is belangrijk dat de bewoner eigenlijk dezelfde vrijheid blijft behouden zoals voordien. En de zorg, hoe zit het daarmee? De zorg wordt eigenlijk toegepast naarmate de behoefte bij de bewoner zelf. Oké, dus mensen zijn hier niet altijd voor een heel lange periode? Er zijn mensen die hier heel kort zijn, bijvoorbeeld bij afwezigheid van een familielid of een mantelzorger die op reis is. Eender wat. Anderzijds zijn er heel wat mensen die hier continu blijven en hier hun woonst of hun verblijfpad eigenlijk continu hebben. Barbara, ik heb vernomen dat er hier zelfs een restaurant is. Ik zou zeggen, misschien moeten we zelf een keer gaan proeven in het restaurant als je dat ziet zitten. Ah, dat is lief, ja. Als je dat voorstelt, Barbara, graag. Echt zoals op restaurant, hè? Dankjewel. Ja, klopt. Ja. De geneugten van het leven, die moeten blijven bestaan. Hè. Super, Barbara. Gaan we daar even op klinken? Ja, absoluut. Ching. Santé.